Welkom bij dit webseminar Hart voor Jongeren over Bijbellezen. Door dit seminar wil ik jou helpen bij het doen van Bijbelstudie. Wie je ook bent, je zult merken hoe eenvoudig het doen van Bijbelstudie kan zijn en hoe ongelooflijk veel het je oplevert. De Bijbel wordt wel Gods liefdesbrief aan ons genoemd. Hij heeft jou heel persoonlijk op het oog. Zou je hem, die jou het leven gaf, niet willen kennen? Lees wat hij over zichzelf bekend maakt. Ik ga in dit seminar 3 bijbelstudiemethoden uitleggen en voordoen, maar vooraf 2 opmerkingen. Deze methoden zijn niet bedoeld als maakbare trucs. Om de Bijbel echt te begrijpen en te weten wie de Heer Jezus is, heb je het werk van de Heilige Geest nodig. Maar de Heer zegt dat een ieder die hem daarom bidt, deze gave zal ontvangen, dus bid hem daar ook om. De Heilige Geest maakt echter wel gebruik van de Bijbel, dus moet je die wel lezen. En daar wil ik jou bij helpen. De tweede opmerking is, niet elke methode past bij iedereen. Ga hier ontspannen mee om, kijk wat bij je past en laat liggen wat je niet aanspreekt. En je kunt ze natuurlijk ook afwisselen of variëren. De 3 methoden die ik uitleg en voordoe zijn actief lezen, gevoelens benoemen en de 9 stappen. Een tip voor als je zelf aan de slag gaat, er zijn heel veel websites die je kunt raadplegen bij het doen van Bijbelstudie. Ik noem er 2. Op biblia.net kun je allerlei verschillende vertalingen naast elkaar leggen. En op bijbelmp3.nl kun je de Bijbel downloaden en naluisteren. De eerste Bijbelstudiemethode heet dus actief lezen. Je kiest een Bijbelgedeelte en je stelt jezelf 3 vragen. Wat zegt dit gedeelte over wie God is? Wat zegt het over wie ik als mens ben? En welke persoonlijke les trek ik hieruit? Ik zal een concreet voorbeeld geven. Ik ben zelf bezig met het Bijbelboek Hosea. Deze profeet leefde 700 jaar voor Christus. En terwijl de Heere het volk overlaat met zegeningen, dienen zij telkens de afgoden. Hij moet het volk daarom vergelijken met een overspelige vrouw. En ik ben aangekomen in hoofdstuk 11 en ik wil je laten zien hoe je deze methode met die 3 vragen dus op dit gedeelte toe kan passen. Ik lees uit de eerste 3 versen een paar stukjes voor. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Maar zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm, dat is Israël, gaan. Hij nam ze op zijn armen, maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Nou, dit is niet een heel eenvoudig gedeelte, maar dat heb ik expres gekozen, omdat je anders zou kunnen denken, ja, zo kan ik het ook. Maar als we de 3 vragen er eens bij pakken, zul je zien dat het gedeelte al een stuk eenvoudiger wordt. Wat leren deze versen nu over wie God is? Dit, dat hij een God van liefde is die als een vader voor zijn volk zorgt. Hij neemt ze zelfs op zijn armen. Wat zegt dit gedeelte over wie ik als mens ben? Het laat me zien dat ik vaak, zo vaak, iets of iemand op de eerste plaats stel in plaats van God. Oh nee, ik aanbid geen afgodsbeelden, ik offer ook niet. Maar als ik er eens over nadenk, hoe vaak geef ik niet mijn tijd en mijn talenten om met mezelf mee te dienen in plaats van God? Heb ik dan niet van mezelf een afgod gemaakt? De laatste vraag is, welke persoonlijke les trek ik hieruit? Nou, er zijn heel veel lessen te trekken, maar ik noem er 1. En dat is dat ik voor mezelf na moet gaan. Waar denk ik het meest aan? Wat vind ik het belangrijkste in mijn leven? Is dat God? Is dat zijn Zoon Jezus Christus? Zo niet, dan moet ik me daar heel concreet van bekeren. Dit is zomaar 1 voorbeeld hoe je de methode actief lezen kan toepassen. De tweede Bijbelstudiemethode die ik met je behandel is gevoelens benoemen. We kijken welk gevoel er nou bij je opgeroepen wordt door het lezen van een bepaald Bijbelgedeelte. Je merkt wel, dat komt heel dicht bij jezelf. Deze methode is trouwens ook heel geschikt om met een groep te doen. Lees het Bijbelgedeelte dat je gekozen hebt eerst goed door. Leg je Bijbel opzij en stel jezelf de vraag, welk gevoel wordt nu opgeroepen door het gedeelte wat ik net gelezen heb? Maakt dit gedeelte me blij of juist angstig, onzeker, dankbaar of een heel ander gevoel? Verwoord voor jezelf waarom dit gedeelte nou juist die gevoelens oproept. Als je dat voor jezelf helder hebt, pak je je Bijbel er opnieuw bij en kijk je, klopt het eigenlijk dat dit gedeelte deze gevoelens of dit gevoel oproept? Waarom wel? Waarom niet? Wat zou je mee moeten doen? Stel dat je deze methode met een groep doet, kun je tenslotte ook je ervaringen met elkaar delen. Hoe werkt deze methode nu in de praktijk? Ik kies als voorbeeld Jona 4.
Jona heeft gepreekt in Nineveh en de inwoners hebben zich bekeerd. Daarom heeft God dit oordeel ingetrokken. Nou, wat denk je, dat Jona als kind en profeet van de Heere hier blij mee is? Niets daarvan. Hij mokt omdat God die vijandige stad niet omkeert. En als dan ook nog eens de wonderboom verdort en hij in de brandende zon komt te zitten, roept hij uit, laat mij maar sterven. Het eerste gevoel wat bij mij opgeroepen wordt is verontwaardiging. Ik denk, Jona, je vindt het niet erg als een hele stad vol mensen omkomt, maar als er een klein beetje roet in jouw verlangens wordt gegooid, dan word je daar zo verontwaardigd om. Maar als ik even rustig nadenk, dan slaat dat gevoel om in erkenning. Want hoe vaak kan ik er niet mee omgaan als er in mijn leven tegenslagen zijn, zelfs kleine? En hoe vaak ben ik zo egoïstisch dat ik geen oog heb voor de nood van mensen om mij heen? Een heel verontrustend gevoel vind ik dat. Wat moet ik met dat gevoel? Als we teruggaan naar de methode, welke persoonlijke les trek ik daaruit? Nou, ik zie maar één weg en dat is dat ik met dat gevoel niet van verontwaardiging, maar van erkenning naar de Heere ga en hem vraag in gebed of hij die zonde van egoïsme wil vergeven en of hij mij oog wil geven voor mensen om mij heen, dichtbij en ver weg. Dit is zomaar een voorbeeld aan de hand van Jona hoe je de methode gevoelens benoemen kunt toepassen. De laatste methode die ik met je behandel heet 9 stappen. Voor je denkt, oei, dat zijn er veel en je wilt stoppen met kijken, wacht even. Ze zijn kort en eenvoudig. In het Engels begint elke stap met een P. Mocht je geïnteresseerd zijn in de achtergrond, bekijk dan het filmpje op hartvoorjongeren.nl. Stap 1 is, kies een kort Bijbelgedeelte, bid om wijsheid en de leiding van de Heilige Geest en lees het gedeelte een paar keer door. Ik wil hier nog een keer benadrukken dat geen enkele methode het licht van de Heilige Geest kan vervangen. Hoe intelligent jij ook bent, hoe goed je een gedeelte misschien ook begrijpt. Om werkelijk te horen wat God tot jou te zeggen heeft, is de Heilige Geest onmisbaar. Bid om die gave. Stap 2 is, maak in je hoofd een plaatje, een beeld van wat je gelezen hebt. Om een voorbeeld te noemen, in Psalm 119 wordt Gods woord vergeleken met een lamp voor je voet. Nou, als ik daar wat langer over nadenk, dan komt het beeld van een reiziger op een donkere weg bij mij op, die zichzelf bijlicht met een lantaarn. Stap 3 is, lees het gedeelte een paar keer hardop voor, met telkens de klemtoon op een ander woord. Waarom dit, zul je denken? Nou, daardoor dringt tot je door wat er wel staat, maar ook wat er niet staat. Neem nou bijvoorbeeld de bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoort. Nou, laten we eens op een paar verschillende woorden de klemtoon leggen. Ik begin met, al zo lief heeft God de wereld gehad. Er staat niet, al zo toornig was God. Of een andere klemtoon, al zo lief heeft God de wereld gehad. God, wie is hij? En nog een derde voorbeeld, al zo lief heeft God de wereld gehad. Er staat niet engelen, heiligen. Nee, hij heeft de wereld lief gehad, de goden, vijandige wereld. Stap 4 is, probeer nu eens in eigen woorden te zeggen wat er staat. En dan stap 5, maak het persoonlijk door voor de voornaamwoorden je eigen naam in te vullen. Je voelt wel aan, nu komt het heel dichtbij. Als zo lief heeft God Maarten gehad, als zo lief heeft God Erika gehad, geloof je dat? In de tweede helft van dit vers staat dat een ieder in de Heer Jezus gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Stap 6 is, maak van dit vers een gebed. Ik ken jou niet. Misschien durfde je zojuist heel vrijmoedig je eigen naam in te vullen. Misschien zou je het wel willen, maar durf je het niet. Bid dan de Heere of hij jou het geloof wil geven om je eigen naam in te vullen. Of dank hem, omdat je weet dat je door hem gered bent. Stap 7 is, denk na of je iets te doen staat. Moet je bijvoorbeeld een bepaalde houding veranderen of een zonde belijden? Stap 8, als je weet wat je moet doen, dan is het ook belangrijk dat je het gaat plannen. Net als in het dagelijks leven, als je het niet plant, komt er meestal niks van terecht. Dus beslis hoe je heel concreet dit Bijbelgedeelte deze week gaat toepassen in jouw leven. En tenslotte, leer een belangrijk vers uit dit gedeelte uit je hoofd. Je kunt het op een papiertje schrijven, in je agenda stoppen of in je broekzak, zodat je de hele dag dat vers bij je hebt en er wellicht nog een keer aan herinnerd wordt. Tot zover de 3 Bijbelstudiemethoden. We hebben met elkaar gekeken hoe je actief de Bijbel kunt lezen aan de hand van 3 vragen. Hoe je gevoelens kunt herkennen die door een bepaald Bijbelgedeelte opgeroepen worden. En hoe je een gedeelte kan onderzoeken aan de hand van 9 stappen. Je begrijpt natuurlijk wel, deze methoden zijn geen doel in zich.
Beschouw ze maar als het bestek waarmee je een heerlijke maaltijd gebruikt. Deze methoden zijn bedoeld om je Gods woord te laten proeven. Jezus noemt zichzelf het ware brood. En een ieder die van hem eet, zal nooit meer hongeren. En hij belooft je: onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen.